Video is mede mogelijk gemaakt door id.nl. Wat mij betreft zit ik momenteel in een ontzettend mooi en interessant tijdperk. Ik zit met mijn neus vol in de transitie naar volledig elektrisch rijden. Of dit nu waterstof-elektrisch is of batterij-elektrisch, dat laat ik nog even in het midden. Maar feit is wel, waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, zal de plofmotor binnen, laten we zeggen, 40 jaar, we nemen het ruim, uitfaseren. En de elektromotor zal echt een leidende rol gaan nemen. Ik ben er blij mee, want ik vind dus een elektrische aandrijflijn in alle opzichten superieur. Qua kracht, souplesse, stilte, het uitstootvrije, ik houd ervan. Maar aan de andere kant zit ik als autojournalist ook in een ontzettend lastig parket. Zeker de laatste jaren. Want dat lastige parket wordt gevormd door één type auto. Misschien twee, maar vooral de laatste jaren één type. De beste in zijn klasse. De absolute benchmark. En die auto die zet je continu in een spagaat. Want welke auto ik ook review, zeker de directe concurrenten, die ene auto die komt altijd om de hoek kijken van kijk eens, ik doe dat beter of ik doe dat zo. En dan kan je er gewoon niet omheen als je gaat kijken naar de feiten. En dat is dan ook de reden waarom ik jullie in deze video voorstel aan die ene vervelende auto tussen aanhalingstekens. Dat is deze auto, de Tesla Model Y. En in deze video ga ik jullie dan ook vertellen waarom jullie deze auto in al mijn opkomende video's van zeker de directe concurrenten gaan zien als de absolute benchmark. De te kloppen benchmark vooralsnog. Laten we eerst even beginnen met het segment en het type auto, de Tesla Model Y. Opereert hij nu in het C-segment, opereert hij in het D-segment? Het is een beetje troebel en ook zeker als we gaan kijken naar zaken als de prijs en het gewicht van de auto. Feit is, hij is 4,75 meter lang, 1,62 meter hoog en 1,90 meter breed. Dus het is absoluut geen kleine auto. Hij concurreert met auto's als de Volvo EX40, natuurlijk de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6. Maar ook auto's als de Volkswagen ID4, de Skoda Enyaq en sinds kort ook de Renault Scenic E-Tech Electric en de Peugeot E3008 of E5008. Met name die laatste die zitten toch officieel in het C-SUV segment, maar gaan tegenwoordig ook zeker qua prijs richting het D-SUV segment. En over die prijs gesproken, de Model Y koop je op dit moment. Blijft een lastig, tricky punt bij Tesla, want ze kunnen de prijs morgen verhogen of verlagen, maar vandaag de dag koop je hem voor €45.990. Daarmee komt hij in aanmerking voor de SEP-subsidieregeling in 2024. En je krijgt voor dat geld dan een auto met 300 pk op de achterwielen, 455 km range volgens de WLTP-testmethode en zaken als 170 kW snellaadfunctie. En dat zorgt voor een 10-80% vulling in 25 minuten tijd. Driefase boordlader, standaard in elke Tesla Model Y. En dat zorgt op dat moment bij die versie voor een 0 tot 100% lading in ongeveer 5,5 uur tijd. Dus alleen al als we gaan kijken naar de instapprijs en hoeveel auto met 450 km range je dan al krijgt, is de Model Y al niet te negeren. Maar kijken we een trede hoger op de ladder naar deze Long Range RWD, dan krijgen we nog meer Model Y, maar blijft de prijs nog steeds beneden de €50.000. Voor €4.000 meer, dus €49.990, stap je in deze Long Range Rear Wheel Drive. Dan krijgen we een 340 pk sterke elektromotor op de achteras en een accupakket dat het mogelijk maakt dat deze forse SUV, zeker qua binnenruimte, een range krijgt van 600 km volgens de WLTP-testmethode. En ik kan jullie vertellen, ik heb dik 500 km gereden op één opgeladen accu. Ik heb een hele week niet hoeven op te laden met deze Model Y Long Range, dus dat is prima mogelijk. Een auto die dan prijstechnisch in de buurt komt, dat is auto van het jaar 2024, de Scenic E-Tech Electric. Maar als we die direct met deze Model Y Long Range Rear Wheel Drive gaan vergelijken, beschikt die Scenic E-Tech Electric over 220 pk op de voorwielen in plaats van 340 pk op de achterwielen. 0 tot 100 tijd in 5,9 seconden deze Model Y Long Range Rear Wheel Drive. En heeft hij een stuk langer aan een snellader nodig om de 10-80% lading te volbrengen in 40 minuten.
geladen, terwijl deze Model Y in een half uur is bijgeladen. Sterk punt van de Renault is wel, eerlijk is eerlijk, die beschikt dan over een 22 kW boordlader in plaats van de 11 kW van deze Model Y. En oh ja, voordat ik het vergeet, elke Model Y heeft een trekgewicht van 1600 kilo en een kogeldruk van 72 kilo. Leg je weer 3000 euro bij, 52.990 euro, dan krijg je een extra elektromotor op de vooras en stijgt het vermogen naar dik 500 pk. Deze dual motor long range Tesla Model Y sprint dan in 5 seconden naar de 100 km per uur met een range van net geen 550 km volgens de WLTP testmethode. Liever nog meer vermogen dan die 500 pk van de Long Range Dual Motor? Dan stap je voor 58.990 euro in de Model Y Performance. En die heeft slechts 3,7 seconden nodig om de 100 km per uur te bereiken. Vlotte jongen dus, voor een ontzettend scherpe prijs als je het mij vraagt. Want welke auto sprint in 3,7 seconden naar de 100 km per uur voor nog geen 60.000 euro? Kan je je vertellen? Dat zijn er niet veel. Maar wat ook een ontzettend sterke eigenschap van de Model Y is, dat is het interieur. Neem nu de cabine hier voorin. De zitplaats waar je als bestuurder en als bijrijder zit uiteraard. Mijn liter fles water, die kan ik op tal van manieren kwijt. In het portier kan er nog één naast als ik wil. Het is een liter, let op. Twee bekerhouders hier in het midden. Maar ik heb ook nog een groot opbergvak hier vooraan, waarin ik als ik wil nog 3 van deze flessen kwijt kan. Doe ik dat opbergvak weer dicht, dan kan ik zelfs mijn liter fles water plus een extra broertje of zusje kwijt onder de middenarmsteun. En mocht dat nog steeds niet genoeg plek zijn, dan kan ik met één druk op de knop het dashboardkastje openen en dan kan ik hem ook daarin, moet ik hem wel goed leggen, in opbergen. Dus je kan er niet alleen heel veel spullen in opbergen, maar je hebt ook zelf nog eens de nodige comfort om je heen. Je stapt comfortabel op heuphoogte in, je hebt heel veel ruimte tussen het vloer en het dak van de auto en je hebt heel veel ruimte voor je benen, heel veel ruimte voor je schouders, je zit op grote stoelen. Dat aspect ga ik wel even achterwege laten, want dat blijft altijd ook nog eens een persoonlijk dingetje, het zitcomfort en de ondersteuning. Ik probeer het altijd wel zo uitgebreid mogelijk te omschrijven. Maar ik kan me best voorstellen dat jij zegt, ja, ik hou juist van wat langere zittingen. Ik hou juist van wat kortere zittingen. Ik wil juist een wat kortere rugleuning, een wat minder geprofileerde rugleuning, dat soort zaken. Dat zijn allemaal subjectieve aspecten aan een auto. Maar feit is wel, de ruimte tussen het dak en de vloer van de auto is hier riant. De ruimte voor je benen is fijn. De ruimte voor jouw bovenlijf is hier genoeg. En zoals je kunt zien, ik heb ook meer dan voldoende ruimte voor mijn hoofd, ondanks de aanwezigheid dus van dit standaard glazen dak. Ook zijn diverse componenten van de Tesla Model Y goed verstelbaar. De stoel bijvoorbeeld, maar ook het stuurwiel kan je heel erg ver naar je toe trekken. Standaard zelfs elektrisch, want dat doe je uiteraard met behulp van het infotainment systeem. Want met één druk op de knop is het linker scrollwieltje. Op dit moment heeft hij de functie om het stuurwiel te verstellen zoals je kan zien. Naar links drukken en hij komt naar buiten, naar je toe, naar rechts drukken en hij gaat weer van je af. Naar beneden scrollen en het stuurwiel gaat naar beneden scrollen en het stuurwiel gaat omhoog. Standaard in elke Model Y, dus ook die van 45.990 euro. Het instappertje. Maar al deze aspecten zijn ook op de tweede zitrij van toepassing, want kijk eens even hoe ik hier plaatsneem. Uiterst comfortabele instap op de tweede zitrij van de Tesla Model Y, maar ook een hele comfortabele zit. Kijk eens even hoe hoog die achterbank is geplaatst in het interieur van dat Model Y. Ik zit in een hele comfortabele hoek. Het is niet zo dat ik een klein beetje omhoog sta bijvoorbeeld. Daarnaast heb ik heel veel ruimte voor mijn onderbenen. Ik heb heel veel ruimte voor mijn voeten onder de stoel voor mij. Ik zit nu achter mijzelf, meet 1,84 meter, heb vrij grote voeten. Dus ik zit altijd net even iets verder naar achter dan iemand anders van mijn lengte. Maar ik heb meer dan voldoende ruimte voor mijn benen en mijn voeten. Ik kan zelfs met de hoogte spelen en dat is bij heel veel auto's in deze klasse niet mogelijk. Daarnaast zien we een vlakke vloer, hebben wel meerdere EV's, maar in de Model Y heeft Tesla het voor elkaar gekregen om een kleine inkeping te maken onder de middenarmsteun en dat maakt het dus mogelijk dat als ik nu naar de middelste zitplaats schuif, heb ik ook nog voldoende ruimte voor mijn voeten hier en dat is erg comfortabel. Ga ik weer terug naar de buitenste zitplaats, dan kan je ook zien dat ik een middenarmsteun heb die ik kan neerklappen met twee bekerhouders en dat zorgt er dus ook voor dat ik mijn literfles, hier heb ik hem, hierin kwijt kan, maar ik kan hem ook nog eens opbergen in het deurpaneel.
ventilatieroosters, 2 USB-C aansluitpunten. Het is allemaal aanwezig. En voordat ik het vergeet, kijk ook even naar die hoofdruimte. Zelfs met een lengte van 1,90 meter kan je hier prima en comfortabel plaatsnemen achter in de Model Y. En geniet je ook van het zicht naar buiten dankzij dit standaard aanwezige glazen dak. Maar ook goed om te weten, de zit is dan comfortabel. De rugleuning kan je ook reclinen. Je kan hem iets rechter opzetten of iets meer achterover leggen. Wil je iets meer uitrusten op reis? Een ander sterk punt van de Model Y, dat blijft zijn bagageruimte. Deze is standaard toegankelijk via een elektrisch te openen en sluiten grote 5e deur. En je krijgt dan toegang tot een bagageruimte van standaard 854 liter. Maar er is wel een catch. Laat ik even beginnen met de standaardruimte, die onder andere door deze hoedenplank wordt afgedekt. Een ingenieuze hoedenplank, mag ook wel, want de eerste generatie Model Y, de eerste lichting Model Y, werd geleverd zonder hoedenplank als ik het goed heb. Maar ze hebben het wel mooi opgelost, want dit is een degelijke, dikke constructie die middels magneetjes in de hoedenplank mooi op zijn plek wordt gehouden. Daardoor gaat hij dus bijvoorbeeld niet rammelen op slecht wegdek. Je kan deze naar achteren vouwen, dan krijg je dus een betere toegang tot die bagageruimte. Maar je kan hem er ook in zijn geheel vrij gemakkelijk uitnemen. En dan zie je dus ook de ruimte die dan ontstaat. Maar vooral is het mooi om te zien dat het een mooie vierkante ruimte is. Zeker ook als je gaat kijken naar de ruimte die beschikbaar is tot aan het schuine stuk. Dit is behoorlijk hoog. Je ziet bovendien dat we aan de zijkant ook rechts een enorm groot vak aantreffen. Die dus ruim genoeg is voor je laadkabel. Waardoor je dus ook de ruimte onder de vloer kan gebruiken. En dat zal je moeten doen, want daar zit onder andere een groot gedeelte van die 854 liter. Een dermate groot gedeelte dat, ik neem het altijd als een soort referentie, ik kan in deze bak 100 euro voor een week aan boodschappen kwijt. Ik ben altijd ongeveer 100 euro voor een week aan boodschappen kwijt. 2 grote boodschappentassen of een boodschappenkrat met extra losse tassen, die kan je gemakkelijk opbergen in deze enorme ruimte onder de vloer. Maar dat is nog niet alles, want als ik dit gedeelte naar achteren doe, dan zie je dat ik ook daar nog extra ruimte aantref. Dit is dus ontzettend sterke eigenschap van de Model Y en maakt het dus mogelijk dat die auto 854 liter aan bagageruimte biedt in alleen al deze sector. Overtuigd? Is nog niet alles, want je kan uiteraard ook de achterbankleuning neerklappen. Vrij gemakkelijk ook. Elektrisch via de schakelaartjes die je hier aan de linkerkant ziet zitten. En als ik dat doe, dan ontstaat er een inhoud van dik 2 kuub. Dik 2000 liter dat je op kan bergen hier achter in die Tesla Model Y. En dat maakt het dus mogelijk dat je onder andere gemakkelijk een mountainbike of een normale fiets in de lengte op kan bergen in deze dan eigenlijk riante station wagon. Menig station wagon Volvo is jaloers op deze ruimte, kan ik je vertellen. Maar dat is nog niet alles, want aan de voorkant treffen we ook nog een opbergruimte aan. Deze bagagebox is 117 liter groot en dat is meer dan groot genoeg om bijvoorbeeld mijn cameratas plus nog een extra tas in op te bergen. Super handig en dat maakt het dus mogelijk dat deze Model Y in combinatie met 5 passagiers alsnog een kuub aan bagage op kan slokken. Zowel achterin als dus ook voorin. En wat dus ook handig is, op het moment dat jij de kofferruimte vol hebt, kan je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld de laadkabel hier voorin op te bergen, zodat je daar altijd bij kan. Ja, en wellicht had je het al in de gaten. Ik pakte mijn telefoon erbij en dat is niet zonder reden, want daar hebben we wederom een van de sterkste eigenschappen van een Model Y en eigenlijk ook elke Tesla gevonden. En ook zeker in vergelijking met andere automerken, jawel, dat test ik dus ook. De Tesla app, die is nog steeds onovertroffen. Dik 10 jaar volgens mij al op de markt, maar in die 10 jaar is er nog geen enkel ander merk dat dit merk voorbij is gegaan voor wat betreft het gebruiksgemak, de functionaliteiten, maar vooral de snelheid van de app die onlosmakelijk met de auto is verbonden. Want ik kan alle aspecten van de auto via die app bijvoorbeeld bedienen. Vooral het stukje comfort, het
inschakelen van het climate control systeem, bijvoorbeeld een route uitstippelen via de routeplanner en deze naar de auto zenden. Het is allemaal mogelijk. Of simpelweg vanaf mijn bank een route uitstippelen via het supercharger netwerk of een andere aanbieder van snelladers. Maar het is ook dat stukje comfort. Als het bijvoorbeeld op afstand kunnen openen via de app van die Frunk, de voorste opbergruimte van de Model Y, het openen van de achterklep, het ventileren van de hele cabine door eventjes de ramen te openen. Het is allemaal mogelijk, evenals het klaksoneren, de verlichting kortstondig inschakelen zodat je jouw Tesla tussen al die andere witte Tesla's makkelijk kan vinden, of bijvoorbeeld het stukje beveiliging. Want je kan ook via de app in en rondom de auto kijken. Je kan bijvoorbeeld dock mode inschakelen op het infotainment systeem. Dan blijft de climate control geactiveerd. En dan kan je via de Tesla app dock mode, of jouw hond in dat geval, of wellicht zelfs je kat, in de gaten houden in de cabine via de camera die daar is geïnstalleerd. Maar je kan ook de beveiliging van de auto inschakelen. En op dat moment heb je toegang tot alle camera's van de auto. Die achter de voorruit, die aan de zijkanten, die in de B-stijl of die in de achterklep. En op die manier kan je altijd kijken wat er rondom de auto gebeurt. En je hebt direct ook een data/beeldrecorder die op dat moment er ook voor kan zorgen dat al deze beelden worden opgenomen. Je kan ze dus live bekijken. Maar de beelden worden ook opgeslagen op een USB-stick in de auto. Ja, en dan het huzarenstukje van eigenlijk elke Tesla, maar laten we het specifiek bij deze Model Y houden. Voorzien van een breedbeeld horizontaal geplaatst 15-inch scherm waarmee je alles van de auto kan inzien en bedienen. Het systeem beschikt uiteraard over een navigatiegedeelte, inclusief EV-routeplanning, maar vooral om te beginnen een razendsnelle interface. Dit is de basis van de auto. Je kan hier de auto helemaal bedienen. De voorbak openen, bijvoorbeeld de auto op slot doen. De kofferklep openen, de laadpoort met één druk op de knop openen. Het is allemaal mogelijk en je ziet ook op het moment dat ik dat doe, krijg ik meteen de laadstatus te zien. Wat mijn laatste supercharge sessie is geweest, hoeveel die heeft gekost. €11,27 zoals je kan zien. Ik kan hier de maximale laadpercentage instellen. Laadstroom op deze locatie kan je dus configureren. Maximaal 16 ampère of liever misschien 10 ampère om de boel niet te zwaar te belasten. En ik kan ook met één druk op de knop de laadpoort weer sluiten. De auto gaat direct weer terug en zoals je ook kan zien, bij Tesla hebben ze mij wel eens verteld, alles werkt zoals je verwacht. Nou, en je ziet het ook, zo werkt het ook. Voorbak openen, auto op slot, kofferklep openen of de laadpoort ontgrendelen, het is allemaal mogelijk. Maar met één druk op de knop ga ik naar een compleet menu van de auto, dynamiek, opladen, autopilot. Ik kan hier alles helemaal naar smaak configureren. Je doet dit allemaal via dit infotainment systeem dus. En omdat het zo snel werkt, die hele interface, is het ook niet vervelend om het te gebruiken. Omdat het dus razendsnel reageert. Ik ga zaken als de toybox, het infotainment gedeelte voor wat betreft Netflix, Disney, plus connectiviteit, YouTube, spelletjes die je kan spelen, dat laat ik allemaal achterwege. Dat is subjectief, maar feit is wel, de hele basis van dit systeem en met name de snelheid van de interface en de processor en hoe je alles bedient, dat is gewoon absoluut de te kloppen benchmark. Ook op het gebied van entertainment, voor wat betreft bijvoorbeeld Spotify. Helemaal geïntegreerd in de auto. Je kan het account gebruiken van Tesla of inloggen met jouw eigen account. En zoals je kan zien, de hele responsiviteit geldt ook op dat vlak. Maar vooral het absolute huzarenstukje navigatiesysteem. Ik bevind mij nu in Roosendaal. Ik heb een voor de helft opgeladen batterij. Maar stel, ik wil bijvoorbeeld naar Bordeaux. Een rit van ongeveer 1000 kilometer. Ik druk op navigeren. Ik krijg het toetsenbord te zien. Ik tik in Bordeaux. Invoeren. De auto gaat berekenen. Adres is gevonden. Bordeaux. Ik heb 3 laadsessies nodig. Je ziet ook, hij had luttele seconden nodig om uit te rekenen hoeveel laadsessies ik nodig heb en dat ik op het laatste op mijn bestemming aankom met
10% state of charge als resterende accucapaciteit. Heb ik liever wat meer informatie over mijn route, dan kan ik dit gedeelte omhoog slepen. Dan kan ik ervoor kiezen om een extra stop toe te voegen. Ik kan de rit bewerken, ik kan diverse instellingen, reisplanner, automatische navigatie, actuele verkeersinformatie, of je daar rekening mee moet houden, een waarschuwing bij een snelheidscamera, of je tolwegen dient te vermijden, of veerboten bijvoorbeeld het navigatievolume bijstellen. Het is allemaal met één druk op de knop mogelijk, of door simpelweg op die drie puntjes te drukken. Wil ik wat meer van mijn route zien, dan kan ik dit gedeelte naar beneden slepen. En als ik dan helemaal naar beneden scroll, dan zie je dat ik één keer moet stoppen in Lille, een volgende keer in Arthenay en een andere keer in Poitiers-Sud. Ik kom dus aan met elke keer 17% state of charge. Dan moet ik 20 minuten laden. Bij de eerste lader in Lille moet ik 40 minuten laden. En bij de derde lader moet ik met 15% nog maar 15 minuten laden. Om vervolgens met 10% state of charge aan te komen in Bordeaux. Wil ik de rest van mijn route bekijken? Dan kan dit ook via het razendsnel reagerende navigatiescherm. Antwerpen zie ik dat er snelheidscamera's staan. Maar druk ik bijvoorbeeld op het supercharger-icoontje waar ik zo meteen moet gaan laden in Lille, dan zie ik dat er 16 vrije laadplaatsen zijn. Met 150 kW kan ik daar maximaal laden. Dus dit is een V1 of V2 supercharger. En het kost op dat moment maar 39 cent om de auto bij te laden. Ik kan afbeeldingen bekijken van de supercharge-locatie, hoe het er daaruit ziet. En ik zie dat ik daar een toilet kan vinden. Er is een restaurant, ik kan een kop koffie drinken en er is zelfs een hotel en wifi. Dat is allemaal direct zichtbaar. En het fijne is, ook al zijn er een aantal superchargers stuk, ik weet dit dan op voorhand. Ik weet nu in ieder geval dat er 16 vrije laadplaatsen zijn. Heb ik de route geannuleerd en wil ik gewoon simpelweg inzien waar de dichtstbijzijnde snellader is, dan druk ik op het snellaadicoontje. Dan laat hij ook superchargers zien van andere aanbieders, zoals bijvoorbeeld Fastnet in dit geval. Maar ik zit op dit moment wel heel dichtbij een V4 supercharger van Tesla. Zoom ik uit, dan krijg ik andere superchargers te zien. En op die manier is het dus simpelweg ontzettend makkelijk om een snellader in mijn buurt te vinden. Een andere mooie noviteit van de Model Y, dat is het dashcam gedeelte. Kan ik met één druk op de knop tevoorschijn toveren en als ik dat doe, dan kom ik in een speciaal menu terecht. Op dit moment kan je dus zien wat het zicht naar buiten is door de camera's. Rechts bijvoorbeeld, links, aan de voorkant of achter. En je ziet dat het beeld haarscherp is. Druk ik op het menu, dan kan je zien welke dashcambeelden er zijn opgeslagen van een eerdere rit. Dit kan je koppelen door bijvoorbeeld het commando van een dashcam opname van het moment dat je aan het rijden bent geweest om dat op te slaan, door één keer op de klakson te drukken of door één keer op het dashcam icoontje te drukken. Als ik nu terugga naar mijn beelden van 3 augustus dat ik met de auto heb gereden, dit was om 12 uur 's middags, dan zie je dus dat de beelden haakscherp zijn. Zeker ook als deze eenmaal zijn geëxporteerd naar de USB-stick die aan de auto is gekoppeld. En dat maakt het dus mogelijk dat je het eventueel kan gebruiken voor momenten dat je denkt van ja, goh, dit wil ik toch wel even laten zien aan iemand anders. Of bijvoorbeeld als er een ongeval heeft plaatsgevonden. Je kan het met één druk op de knop tevoorschijn toveren met alle camera's die zich op de auto bevinden. Ja, en dat supercharger gedeelte, dat is wel iets dat absoluut met die auto verbonden is. Want let wel, de Model Y is niet alleen als auto onverslagen als het gaat om de ruimte aan boord, in de kofferbak, onder in de frunk of het infotainment gedeelte. Afgezien van het feit dat je er ook ontzettend ver mee komt en dat hij heel erg efficiënt omspringt met stroom. Maar dat supercharger netwerk en eigenlijk alle andere snelladers geven die auto wel een bepaalde mate van rust waar jij absoluut rekening mee moet houden. Als mij wordt gevraagd wat is nou een goede EV voor mij als verstokte brandstofrijder, dan is er voor mij vaak maar één antwoord mogelijk en dat is een Tesla. Vooralsnog is een Tesla, de Model Y onder andere, de enige auto waarmee jij zorgeloos, laten we zeggen heel Europa, afgezien van een aantal andere landen, zorgeloos op reis kan. Je kan bouwen op het supercharger netwerk, je kan bouwen op de ongelofelijke betrouwbaarheid van die EV-routeplanner. Dat hij dus in staat is om echt heel nauwkeurig te berekenen met hoeveel procent jij aankomt bij een bepaalde snellader, hoe lang jij daar vervolgens weer moet laden en op die manier wordt jij ontzorgd. Het reizen met een EV is dan gewoon simpelweg kinderspel. Dat is het ook met andere EV's, maar wel op een ander level, op een ander niveau. Dat hebben diverse reizen die ik met andere EV's de afgelopen jaren heb gemaakt, wederom aangetoond.
ook de auto's voorzien van Google EV routeplanning, aangezien je ook op die EV routeplanning niet 100% kan bouwen. De communicatie met derde partijen is niet altijd vlekkeloos en ook de locatie van de snelladers laat soms te wensen over. Bij Tesla is dat stuk voor stuk niet aan de orde en dit is dan ook de auto waar jij absoluut op kan bouwen als jij eigenlijk geen zin hebt in gedoe met het plannen vooraf van jouw route via snelladers. Ja, en al deze aspecten bij elkaar opgeteld zorgen er bij mij voor dat de Tesla Model Y de absolute benchmark is in zijn klasse. Of dat nu het C-SUV-segment of D-SUV-segment is. De auto is qua totaalpakket zo goed voor elkaar dat het echt de te kloppen auto is. Voor wat betreft het energieverbruik, voor wat betreft EV-routeplanning, voor wat betreft infotainment, maar ook voor wat betreft de snelheid van de app. En vooral ook de ruimte aan boord. Op de eerste of de tweede zitrij of die bagageruimte helemaal achterin en zelfs voorin. Het totaalpakket is zo ongelooflijk goed dat je er gewoon niet omheen kan. En dat blijkt ook wel, want het is gewoon de best verkochte auto wereldwijd. En ook zeker in Europa, we krijgen er geen genoeg van. En dat heeft ook ongetwijfeld te maken met het feit dat het niet alleen de beste auto in zijn klasse is. Als je gaat kijken naar de harde feiten, let wel, ik blijf het benadrukken. Ik ben niet betaald door Tesla. Ik ben helemaal vrij om te gaan en staan waar ik wil. En dat ik ook kan zeggen wat ik wil, dat is mij heilig. Dat is het belangrijkste dat er in mijn optiek als journalist is. Maar de Model Y is gewoon zo ontzettend goed. Ook zeker als je gaat kijken naar zijn prijs. Want het is een soort van Lexus LS of Mercedes S-klasse, de beste auto ter wereld. Daar is altijd een beetje de strijd. Vergeet ook de BMW 7-serie niet of de Audi A8. Maar dat wordt vaak gezien als het absolute summum in de auto-industrie. Maar het is dan alsof die auto's dan ook nog eens het voordeligste zijn. Want ik reed nog niet zo lang geleden met een bijna 60.000 euro kostende Peugeot E3008. Maar die auto was qua totaalpakket, qua techniek, qua ruimte aan boord half niet zo goed als deze Tesla Model Y. Maar belangrijk is het wel om even te benadrukken, ik heb het nu over de harde feiten. Over die ruimte aan boord, daar kan je geen discussie over voeren. Die is gewoon fantastisch. Over de snelheid van de app en de hele werking ervan, daar kunnen we niet over discussiëren. Dat is gewoon fantastisch. En dat geldt ook voor het infotainment systeem. Qua snelheid, qua responsiviteit, qua doordachtheid van alle software elementen. Maar ook zeker EV routeplanning, daar kan je niet omheen. Er is geen ander automerk dat dat beter doet. En dat allemaal voor prijzen die starten ruim beneden de 50.000 euro voor op dat moment al een auto met dik 450 km range. Tel uit je winst. Ik denk dat het succes van het model bewijst deze video eigenlijk een beetje onderbouwt. Maar dat is dus de reden dat jullie diverse beelden van deze Model Y in alle aankomende video's van auto's die in hetzelfde segment opereren, of dat nu dus het C-segment is, of het D-SUV-segment, of wellicht een auto die een beetje qua karakter vergelijkbaar is. De Model Y gaat de strijd met ze aan met beelden over het EV-routeplanning, over de ruimte aan boord, hoeveel spullen je bijvoorbeeld op kan bergen voorin, op de tweede zitrij, of in de bagageruimte, of onder de frunk. Dat is dus de reden daarvan dat die beelden dus continu voorbij zullen komen. Want let wel, ik kan best begrijpen dat jij zegt, ik vind de Model Y geen mooie auto. Oké, dat kan, maar persoonlijk vind ik dat iets minder belangrijk in mijn oordeel over een auto. Dat zijn subjectieve zaken. Dat geldt ook voor de rij-eigenschappen. Ik probeer jullie altijd wel zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe een auto rijdt en of ik dat persoonlijk fijn vind. Maar als jij juist meer van rijcomfort houdt of juist iets meer rijdynamiek, iets meer sportief gevoel kan appreciëren, dan zijn dat allemaal subjectieve zaken waar ik geen rekening mee kan houden met het beoordelen van zo'n auto. Ook kan je zeggen van joh, ik vind het zitcomfort van die auto beter dan in die Model Y. Kan, is wederom subjectief. Of ik vind bijvoorbeeld dat het audiosysteem in die auto, vind ik dan waarschijnlijk niet, want dat immersive audiosysteem van deze Model Y, dat is toch wel echt zo'n laag kippenvel die ik er elke keer van krijg. Maar dat zijn over het algemeen allemaal subjectieve zaken. En ja, dat geldt dus ook voor autopilot. Want dat is de ontbrekende factor in deze video. Autopilot heb ik dus niet benoemd.
Zelf ben ik een enorm fan van autopilot, maar ik kan best begrijpen dat jij andere systemen net iets prettiger vindt werken. En daarom heb ik autopilot dus ook als een subjectief punt bestempeld. Hoe dan ook, vonden jullie deze video leuk en interessant en zeg je ik wil meer van Insta Autovlog zien? Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Threads. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!